Duurzaamheid, geef toe, het is een begrip waarmee vaak wordt gezwaaid in de media. Een duur woord dat vele ladingen dekt, maar wat betekent het voor u? Voor veel twintigers en dertigers is duurzaam denken de gewoonste zaak van de wereld. Steeds meer mensen staan stil bij de impact van alles wat ze doen op ons leefmilieu, nu en morgen. Duurzaamheid is inspelen op de behoeftes van vandaag zonder de generaties van morgen in gevaar te brengen. Wat betekent dit voor de bakkerij van vandaag? We stelden de vraag aan een aantal bakkers uit Nederland en België. Het werd een boeiend en interessant rondetafelgesprek aan de oevers van de Schelde. De ideeën vloeiden en resulteerden in heel wat bruikbare tips. Ik was de gast bij Jean-Yves Wilmot, de artiest-patissier, die in zijn atelier constant experimenteert en zo aan vernieuwing werkt. Een man met een inspirerende visie op de duurzaamheid van ons beroep. Rond het thema Niets is verloren dook ik zelf het atelier in voor een creatieve sessie met vanille, room en suiker, karamel en zijn toepassingen. Pure winst voor u. Hier zijn we in Berlijn, een stad die na de val van de muur in 1989 een ongelooflijke heropleving kende. Bruisend Berlijn, een stad waar continu galerijen, koffiebars, microbrouwerijen, maar ook bakkerijen zoals Zeit für Brot de roots van het bakkersvak herwaarderen met de kernwoorden van duurzaamheid, kwaliteit en nabijheid. Maar genoeg gepraat. Ik nodig je nu uit om het nieuwe e-zine zelf te ontdekken.